Welkom bij alweer de laatste aflevering van het Land van Oosteren. Ik ben Mark. En ik ben Merel. Laatste aflevering alweer? Helaas wel. Ah, wat zonde. We hebben een aantal mooie dingen, interessante dingen gezien. En vandaag gaan we Luca nog zien. Zeker. We gaan praten met... Martin van Halden. Oh ja, van de Heemkundekring, toch? Zeker. Want hij is hier in het gemeentehuis. Ja, en hij gaat ons wat vertellen over zijn eigen ervaring in de Tweede Wereldoorlog. Nou, let's go. Goedemorgen. Hallo. Van harte welkom. Dank u wel. Ja, ik ben Martin van Halden van de Heemkundekring en we zijn net bezig met opstellen van de tentoonstelling. Ja, dat wordt mooi, hè, Martin? Ja, dat is echt de moeite waard. Je kijkt een eeuw terug in de geschiedenis. Kijk, dat is een hele tijd. Ja. Dan zijn we met Land van Oosteruit ook terug in de tijd aan het kijken. En dan hebben we het over de oude of over de Bredaarse weg. Kijk. Vanaf de Heuvelstraat tot de Wilhelminekanaal. En dan kan je dus zien hoe in 100 jaar zo'n straat andere vormen krijgt. Dit is de man die we moeten hebben. Ja. Die weet er alles van. Ja, ja, dus dan verdwijnen we en dan komen we weer moois voor terug. Martin, we gaan een paar vragen stellen over de Tweede Wereldoorlog. Want u heeft hem zelf meegemaakt toen u... Ja, ik was 7 jaar bij de bevrijding in Oosterhout. Kijk eens aan. En wij zijn een half jaar vroeger bevrijd als de rest van Nederland, ongeveer. En daardoor heb ik dat mooi meegemaakt in het eerste begin. En daar zitten ook wat ervaringen in natuurlijk. En wat zijn die ervaringen dan? Nou, ik weet nog goed, plotseling stond op de kruising Koningsdijk, wel bekend in Oosterhout, Julianenlaan, Kruisstraat. Daar grenst de Tweede Keerstraat aan. Plotseling stonden er 2 tanks, daar iedereen van zag, dat zijn de Duitsers niet meer. Die komen hier niet vandaan. Dat zijn de bevrijders. Bevrijders. Dus de mensen gingen uit de woningen allemaal daar naartoe lopen. Hadden jullie toen al door van dit is goed? Nou, kom het. Hey, wij waren bij die tanks. Wij als kinderen mee, als ouders mee. En toen komen bij die tanks, dan springen die militairen. Die stonden nog net een beetje terug achteraf gezien. Dat is in de Koningsdijk. Met de loop konden ze zien, maar verder niks. De tank bleef wat achter. Ja. Later heb ik pas gesnapt. Waarom? Want de vijand zat achter de zwaaikom. Aan het eind van de Kanaaldijk, of Koningsdijk, hadden de zwaaikom. En daar zaten de vijand nog. Maar wij waren zo blij, die mensen, dat die eindelijk bevrijding was. Iedereen loopt er naartoe, weten wel, allemaal naar die tanks toe. Dan sprongen die militairen eraf, gewapend er wel, en die sommeerden ons. Want we konden ze ook nog niet eens verstaan waarschijnlijk, maar wij moesten weg zien te komen daar. Dus toen, weet ik nog goed, mijn vader zit, die snapte het, want die had op vliegveld Gilserijen werkte niet, en dat was ook een oorlogsgebied. Ja. Moesten wij zo langs de muur, met zijn rug langs de muur, een 100 meter terug naar huis. En toen konden wij dan bij ons, tussen die woningen was af en toe een poortje, noemen wij dat, met 1 meter breed, dan konden we dan door naar achter om achter die huizen te komen. En dat was veilig. Ja, maar we waren nog maar, nou net even in dat poortje, en de eerste granaten kwamen al over. Van de vijand. En wij hadden als Tweede Keerstraat het geluk dat wij in de lengte van de vuurlijn lagen. Dus dat was min of meer veilig. Maar de Julianenlaan, de Willemstraat, de Gaststraat en de Eerste Kegelstraat, eerste stuk, dat lag aaks op de vuurlijn. Met gevolg dat daar de brokken vielen. Dus ik heb later, via mijn heemkundewerk, kunnen ontrafelen. Daarmee van de eerste granaten is Jan Willem Verlaan gesneuveld. En die woonde in de Eerste Kegelstraat. Die was net naar de Kerkstraat geweest. Had ook met die Engelsen staan praten. En was het een vriend van jou? Nee, dat heb ik later aan me kunnen ontrafelen hoe het zat. Hij was een goede 30, 32 geloof ik. En hij had al gezien dat de Engelsen binnen waren. En hij kon Engels spreken, dat was ook al bijzonder in die tijd. We praten over 1944. En die gaat enthousiast naar huis toe, via de Neuvel, gaat hij in de Eerste Kegelstraat.
gaat hij onze kinderen en onze vrouw vertellen. Die zit op de bovenste treden van de trap. Zit je zo te vertellen, enthousiast. En die eerste granaat waar ik het over heb, heb ik later kunnen ontcijferen. Die kwam in de eerste Kegelstraat, spat uit elkaar. En van die scherven, twee in zijn rug. Zo. Toen heb je nog een dag of anderhalf in het oude ziekenhuis, Sint-Joops ziekenhuis op de lijst Noek gelegen. En toen is hij overleden. Dus dat was van de bevrijding meteen een slachtoffer. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend heftig om gelijk al een slachtoffer bij de bevrijding. Maar ja. Hoe was de sfeer in Oosterhout op dat moment, Martin? Want nou, ik kan me voorstellen, als je bevrijd wordt, ik zou zeggen, nou, dat was dat het feest ja, is. Ja, dat was inderdaad feest. Dat ontstond spontaan, dezelfde dag nog. Alle mensen die liepen achter elkaar en het werd, zonder dat het geregeld was, het werd een hele groep met mensen plezier en eindelijk bevrijd. Hoe lang is Oosterhout in totaal bezet geweest? Hoeveel jaren hebben ze dat? Nou, daar moet ik ook even vertellen. We zijn in een jaar of 4,5 dan bezet geweest. Ja. Maar wat was nou oorlog? Ze zeggen wel eens, wat was er dan? Nou, het grootste probleem was dat je uw mond moest houden over alles. Mijn vader zei dat de muren hebben oren. Dus dat bedoelde niet mee. Mocht je iets horen dat je denkt van ja, die Jan of die Kees heb ik zus of zo gezien doen, dat was bloedlink. Niet want vertellen. Dat kwam verder bij de verkeerde personen. Ja. Daar zijn dus mensen voor opgepakt. Hè. Dus die zei al tegen ons als kind, we waren nog maar jaren vijf, zes denk ik. Denk erom, de muren hebben oren. Ja. Nou, daar snapten wij in het begin niks van, maar daar kregen we het uitleg bij en toen begrepen wij hoe mond houden. En alleen maar over dingen hebben, ja, dat iedereen over kan praten. Zoals jij hem hebt meegemaakt, waarvan je zegt van, ja, dat, hè, je hebt net verteld over het eerste slachtoffer bij de bevrijding al, maar ja. Is er nog iets waarvan je zegt, ja, dat zit echt op mijn netvlies gebrand, gaat er nooit meer vanaf, want je was 7 jaar. Ja, dus die twee tanks, toen was dat schieten volop aan de gang. Het heeft 3-4 dagen geduurd, want het centrum van Oosterhout, wat je toen het centrum kon noemen, is 30 oktober bevrijd. Door de Engelsen. En daar heb ik nog een indrukwekkend verhaal nog bij. Ik was een jaar of 5 geleden waren wij aan het filmen over de Tweede Wereldoorlog. Om mensen die toen nog wat konden vertellen, hebben wij in beeld proberen te brengen. Met Jos van Alphen, dat was de oorlogskenner hier in het gebied bij uitstek. En toen komen wij in Dorst bij een man, ook goed op leeftijd. En die vertelde dan, hè, dat ze 's morgens voor de tweede keer vlak bij hem in de buurt, bij de deur, die Duitsers wel waren, hè? Die 4 Duitsers die er waren, die werden doodgeschoten. Ja, zo ging dat in de oorlog. Werd gewoon doodgeschoten, dat je aan de verkeerde kant stond. Ja. En wat de indruk op mij gemaakt heeft en op allemaal die er toen bij waren, ze gingen die jongens, die lagen er op de grond, de portefeuille uit de zak halen of de kentekens was. En toen zit hij, ik was nog maar 1 jaar of 12, en zit dan alles bij die jongens, een foto uit. Daar stond een vrouw met 2 kinderen op. Dus die vrouw rekent erop dat hij gewoon terugkomt. Kon niet meer natuurlijk. Hij wou eerst niet met ons praten over de Tweede Wereldoorlog om die reden. Precies, dat is te heftig. Wat ik toen meegemaakt heb, zit die oorlog, het is ongekend. Zo stom. Heeft u zelf een plekje kunnen geven? He? Heeft u het zelf een plekje kunnen geven? Jawel, maar iedere keer moet ik toch opletten dat het niet depressioneel wordt. Ja.
Dat denk ik altijd, Jan, want ik ken er een paar van. Die jongens die zijn daar voor ons gesneuveld. Ja, ja, het zijn bijzondere verhalen. Hè? Ja. Ik vind het knap hoor dat hij het zo vertelt. Ja, echt. Wat een verhaal, Merel. Ja. Jeetje, die Martin. Ja, het is mooi, maar heftig, maar ook wel echt mooi. Ja, het is echt een mooi verhaal. En dat was de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hoe zit het met de Eerste Wereldoorlog? Daar kijk ik ook benieuwd naar. Ja, daar hebben we Luca voor. Ah, kijk, jij, die weet dat ongetwijfeld weer. Vertel. Ja, de Eerste Wereldoorlog. Yes. Ja, Oosterhout en Brabant als geheel heeft eigenlijk van de Eerste Wereldoorlog niet hele heftige ervaringen meegemaakt, zeg maar. Het was natuurlijk wel voornamelijk in België waar het echt hele heftige gevechten waren. En waarbij er ook hele grote vluchtelingenstromen van België richting het noorden gingen naar het veilige, neutrale Nederland. Dus die hebben we hier wel gehad? Ja, die zijn er wel. Ja, die zijn hier wel in de regio, okay. In Brabant en voor de rest verder ook in Nederland. Hebben zich als een veilige haven kunnen ze zich settelen, zeg maar, voor die tijd. Kortom, de Eerste Wereldoorlog is dus niet een hele belangrijke gebeurtenis geweest voor Oosterhout. Mm-hmm. Maar wat wel heel belangrijk is geweest voor Oosterhout en voor Brabant als geheel, is de Tweede Wereldoorlog. Ja. Daarom staan we hier ook zeggen, ja. Bij het monument van de gevallen geallieerde soldaten, Poolse soldaten, ook Britse en Amerikanen en omgekomen burgers door het oorlogsgeweld. De Tweede Wereldoorlog in Oosterhout was een redelijk heftige ervaring, heel dynamisch, omdat Brabant en Oosterhout ook, zoals eerder bij de 80-jarige oorlog, ook echt een grensgebied is, een tussenliggende zone. Gaan we tussen weer, dat grensgebied. Ja, ja, precies. En zo zie je inderdaad, bij de meidagen, toen de Duitsers Nederland binnenvielen, was er wel een soort van hele lichte verdediging door Nederlandse soldaten bij de Pilraamstelling, dat is meer in Oost-Brabant. Mm-hmm. Alleen het werd zo snel door het moderne oorlogstuig van de Duitsers onder de voeten gelopen, dat Brabant eigenlijk aan zijn lot werd overgelaten en men trok zich terug achter de waterlinie, die zoals we weten ook niet heel lang heeft standgehouden. Dus in die zin was Brabant ook een soort plek voor de Duitsers om door te stoten naar de rest van Nederland. En later, in 1944, toen de Amerikanen al Frankrijk waren binnengevallen, D-Day, waren opgerukt naar richting de Ardennen, richting België, door Frankrijk heen. En bij Brabant waren aangekomen, bij Oosterhout, hadden ze als plan operatie Market Garden. Ik zal even kort uitleggen wat precies de insteek was. De bedoeling van die operatie was om via Brabant, de zuidelijke Nederlanden en dan via Gelderland ook een klein stukje, de Duitse verdedigingslinie, de Siegfriedlinie zo geheet, die van Frankrijk tot aan een stuk Nederland liep, te omzeilen, zeg maar. En om vanuit daar door te stoten richting Berlijn, richting de industriële kern, de Ruhrgebied, zeg maar. Dus dat is een soort van stapsteen voor de geallieerden om Europa te bevrijden. Okay. Helaas is het uiteindelijke doel van de operatie niet gelukt om in één keer in 1944 ook heel Nederland te bevrijden. En Duitsland, de rest van Europa, aangezien het verzet toch heel hevig was. We kunnen het zien in de films, A Bridge Too Far in Arnhem. Hele hevige gevechten, ook in deze contraien. Maar uiteindelijk heeft het toch wel ervoor gezorgd dat de Oosterhouters toch een hele nare hongerswinter bespaard zijn gebleven. En al in de herfst van 1944 de geallieerde soldaten warm konden onthalen. Er werden chocola, kauwgom, koffie uitgedeeld. Wat ze helemaal niet hebben gehad in de afgelopen jaren. Nee, precies. Ze van die Engelsen. Ook witte brood uit vliegtuigen. En voor ons was die oorlog al een heel stuk eerder afgelopen. En dan konden we eerder genieten van die vrijheid. Ondanks dat de operatie als uiteindelijk doel niet geheel gelukt is. Ja. Maar voor ons toch wel. Dus omdat wij op dat grensgebied zaten, hadden we eigenlijk in dit geval geluk dat zo... Ja. Inderdaad, dan waren wij toch... We waren de eerste, een soort van de eerste die eigenlijk bezet werden door de Duitsers. Maar ook weer de eerste die konden genieten van onze vrijheid door de geallieerden. Kun je dat voorstellen dat je in oorlog zit, Merel? Ik bedoel, we leven hier in vrijheid. We staan hier in het park waar we elk jaar ook mooie feesten hebben hier in Oosterhout. En dan
je voorstellen? Nee, totaal niet. Het is gewoon afgelopen. Ontzettend jammer. Helaas. Wel veel geleerd. Ja, zeker. Mede dankzij onze expert Luca. Bedankt voor al jouw kennis. En ja, Merel, ik vond het super gezellig en super fijn. We hebben ja, eigenlijk wel ontdekt, als je mij vraagt, dat Oosterhout in al die tijden, we zijn helemaal bij het begin geweest in Den Hout. En, helemaal, uiteindelijk, ja, we zijn net na de oorlog. Dus elke keer zit Oosterhout op die grens. Ja. Dat is een grensgebied of zo. Dat, ik weet niet, dat blijft elke keer bij me hangen. Ja. Ja, je ziet dat door de geschiedenis heen inderdaad, vanaf de, ja, de jaren verzamelaars, die stammen tot de Romeinen, wat, hè, waar toen ook een grens was, tot de 80-jarige oorlog, tot daarna industrialisatie. Ja, Oosterhout blijft gewoon inderdaad een gebied aan de grens wat heel veel ja, eigen karakteristieke kenmerken met zich mee. Ja, precies. Jij hele mooie dingen ja, meegemaakt als Oosterhout zelf, en, maar ook mindere. Ja. Maar dat heeft wel gemaakt tot Oosterhout nu. Dat hè. Ja. Een warm en goede gevoel ja, dat we hebben bij ons Oosterhout. Dus, nou, bedankt voor het kijken en nou, wie weet tot de volgende keer bij Land van Oosterhout. You can stand, you can stand, you can stand.